Goedemorgen, Ik kijk naar de weersverwachting van Weerplaza. We beginnen vanochtend met veel bewolking in het oosten en zuiden van het land. Maar geleidelijk neemt vanuit het westen op meer plaatsen de bewolking toe. Het blijft wel grotendeels droog en vanmiddag is het zo'n 7 à 8 graden. Maar als we naar Engeland en de Noordzee kijken, dan zien we daar al wat regen zitten. En als we de boel verder in beweging zetten, dan zien we dat die regen in de loop van de avond en nacht ook ons land bereikt. Ook morgen overdag van tijd tot tijd regen en motregen, maar wel heel zacht, 11 graden. Donderdag komt er een volgend regengebied via Engeland en Frankrijk onze kant op. En ook dat wordt een bewolkte en grijze dag, maar wel met hoge temperaturen. Vanochtend dus de meeste zonneschijn in het westen en noorden van het land. In het oosten en zuidoosten is het bewolkt en nevelig. Maar vanmiddag wordt het allemaal wat eerlijker verdeeld. Dan zien we overal wolkenvelden, ook van tijd tot tijd zon. En de temperatuur loopt dan op naar zo'n 7 à 8 graden. De windtijd uit het zuidwesten is boven land 3 à 4 boven voor, A7 windkracht 5 en in het noordwestelijk kustgebied kan die af en toe windkracht 6 worden. Morgen grote dus bewolkt dus, van tijd tot tijd lichte regen of motregen, maar kijk naar die temperaturen 10 à 11 graden. En dat is niet het maximum voor smiddags 4 uur, nee, s ochtends vroeg is het ook al 10 à 11 graden, een zeer zachte dag dus. En dat wordt de komende dagen niet anders. De temperaturen blijven hoog. Winterweer is in de verste verte niet te vinden. Het is uh, smiddags steeds zo tussen de 7 en de 11 graden. Waarbij het ook van tijd tot tijd wisselvallig is. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.